Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over van de winter naar de zomer gaan. Want het is vandaag 7 maart 2015. Waarschijnlijk is het voor jullie een dagje later. Of misschien zelfs een paar dagjes later. Of misschien is het gewoon voor jullie gewoon nog steeds 7 maart. Ik weet niet wanneer ik dit ga bewerken en uploaden en zo. Maar morgen is het zondag 8 maart. En dan is het 16 graden met volop zon. En oh, dat is nog maar 2 graden voorbij van de 18 graden. En als het 18 graden is, is het gewoon hier in Nederland gewoon zomer. En ik kan het gewoon eventjes niet beseffen dat het gewoon zo erg lekker warm is dan. Dus ik heb er zoveel zin in. Echt, oh, ik heb er echt veel zin in. Nou, misschien kan je dat ook een beetje aan mij zien. Ik heb felgekleurd lipstick op. Ik heb lekker wit shirtje aan. Ook een witte broek. Nou, witte broek, lichte broek. Wat? Een lichte broek aan en ik ben gewoon helemaal ready voor het warme weer. En ja, ik ben een beetje heel erg klaar voor. Ik ben gewoon een beetje. Ja. Nee, ik ben gewoon echt toe aan de zomer. Dat is echt een goed woord, want ik heb die winter wel gehad. Het is gewoon constant koud en windachtig. Niet winter, maar gewoon wind met een D, weet je wel. En ja, maar het sneeuwt gewoon niet. En ik zie de winter als lekker sneeuw. En dan is het gewoon leuk, weet je wel. Maar de winter mag voor mij nu gewoon wel voorbij zijn. Gelukkig is het ook deze maand. Wordt het deze maand gewoon lente. En is die rotwinter al gewoon achter de rug. En ik merk bij mezelf dat ik gewoon echt in de winter. Dat was vorig jaar helemaal erg. En daar wil ik het ook liever niet al te veel over hebben. Omdat het gewoon echt een kutperiode vorig jaar was. Maar ik merk dat ik sinds vorig jaar wel echt elke winter echt in een... Nou, elke winter. Ik heb nu dus 2 winters sinds vorig jaar meegemaakt. Maar oké. Okay, dat ik gewoon echt helemaal afzak naar een dieptepunt of zo. Ik weet niet. Ja, deze winter viel het wel mee. Maar ik merk gewoon dat als ik het zonnige weer zie, dat ik helemaal gewoon blij... Als je in de zomer bent, word je zoveel blijer dan dat je in die donkere winterdagen zit. In ieder geval ik. En ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. En ja, ik ben wel blij dat de winter gewoon echt bijna voorbij is. En dat we gewoon weer naar de bloemetjes kunnen gaan ruiken. Of zo. Maar dat we gewoon lekker weer eindelijk de zomer kunnen voelen. En dat het warm is. En dat het gewoon lang... Dat het gewoon in de ochtend... Vroeg, of dat gewoon in de ochtend vroeg, gewoon als je opstaat, dat het gewoon licht is. En als je s'avonds naar bed gaat, dat het gewoon nog steeds licht is. En dat het gewoon licht is. En dat het niet zo donker en grauw is. In de, ja, ik denk dat je het wel herkent. In de winter zijn helemaal geen kleur of zo. Alleen het gras is nog een beetje groenig. Maar in de zomer is het echt felgroen. En zijn er bloemetjes. En de bomen zijn lekker groen. En iedereen draagt weer vrolijke kleuren en zo. En ja... Dan is het zoveel mooier als het dan het winter is. En ik heb helemaal geen zin meer in de winter. En ja, goed. Ik wilde vandaag vertellen aan jullie hoe je een beetje klaar kan maken voor de zomer. En hoe je die gevoelens voor de zomer weer even omhoog kan. Want ja, ik vind het wel tijd voor de zomer. En ik had laatst had ik een afspeellijst gemaakt met allemaal liedjes die ik in de zomer luisterde. Echt gewoon die ik sowieso wel 1 keer in de 2 dagen luisterde. Dus, en dan de hele zomer lang. Dus eigenlijk heb ik die hele zomer weer een klont gemaakt of zo. Weer ineengepakt. En die klont ga ik weer even uitpluizen of zo. What the fuck? Maar doordat ik gewoon die liedjes weer luister nu, heb ik wel dat gevoel van die zomer weer. En heb ik de hele tijd weer, ah, oh, zomer. En dat maakt mezelf gewoon echt heel erg blij. En ik merk dat ik aan het begin van het jaar, of na, nee, ja, aan het begin van, aan het einde van 2014, zeiden van, oh, we gaan lekker in maart gaan we naar de Efteling, gaan we met school. Dat is dinsdag, aankomend dinsdag. Jee, ik ga ook vloggen. En ik hoop dat jullie de vlog ook gaan bekijken. Maar ja, ik weet nog dat ik aan
einde van 2014 in de winter, november, december, zei ik echt van, oh, dat duurt nog zo lang en dan is het gewoon lekker weer en dan schijnt de zon en dan zijn er weer bloemetjes en vogeltjes die fluiten en zo. En ik besef me nu dat het gewoon nog maar 2 dagen duurt, weet je wel. Nou, oké, 3 dagen. En dat ik eigenlijk heb ik helemaal niet meer opgelet op de Efteling, zeg maar. Nu noem ik 1 specifiek moment. Maar dat die tijd al zo snel voorbij is gegaan, dat ik het eindelijk weer heb, zeg maar. En oh, ik heb er echt heel veel zin in. En dat is ook leuk, dat je verheugt op dingen op een bepaald moment en dan een week lang of zo. En dat je dat gewoon de rest van die weken en maanden gewoon laat. En dat je op een gegeven moment, vlakbij dat moment, weer denkt, oh, het is bijna zover. En hier heb ik me zo lang op verheugd en zo. En dat is gewoon echt bijna zover. En misschien is de Efteling niet een heel groot voorbeeld. Maar misschien ga je wel op vakantie, in de meivakantie. En denk je van, oh, dat duurt nog maar 2 maandjes, weet je wel. En ik ben in de zomer jarig. Nou, ik ben in de lente. Ja, ik ben 19 juni jarig. Dus dat is 2 dagen voor de zomer. En ik besef me pas sinds 3 jaar of zo dat ik gewoon niet in de zomer jarig ben. Maar gewoon nog steeds in de lente. Maar ik zie het gewoon altijd als zomer. Want het is altijd rond de 30 graden op mijn verjaardag. Oh, zo lekker. Ja, ik ben helemaal blij hiervan, joh. Ik word hier echt blij van. Oh, dit is ook zo'n leuke video om dit op te nemen. Dat ik gewoon... In de winter duurt het nog een half jaar tot je verjaardag. En een verjaardag is voor mij altijd een heel big deal of zo. Ik vind het echt superleuk. En ik verheug me er echt gewoon het hele jaar op. Omdat je dan dingen kan vragen die je zelf nooit echt zo snel zou kopen. Bijvoorbeeld iets duurs, weet je wel. En ik ga een Polaroid-camera vragen en voor de rest vraag ik geld. Ik vraag mijn moeder Polaroid-camera met wat fotootjes erbij. En ik denk dat ik aan vader... Ja, ze kopen het niet samen omdat ze mijn ouders zijn gescheiden. En dan vraag ik denk ik aan mijn vader een Polaroid-hoesje. Dan kies ik een hele mooie uit die ook wel vrij prijzig is. Want anders zou ik het zelf gewoon kunnen kopen. En dan is het niet echt een verjaardagsspeciaal cadeau of zo. Dus dan vraag ik een heel mooi hoesje daarvoor, als ze die hebben. Ik weet eigenlijk niet eens of ze die hebben, joh. En ook gewoon nog wat fotootjes. Dat ik heel veel foto's kan schieten van de zomer. En oh, ik heb er zo zin in. Ja. En ik denk dat ik voor de rest gewoon geld ga vragen. En dat ik gewoon lekker flink ga shoppen voor de zomer. Ik wil er heel graag eentje. En dan wil ik hem in het lichtgeel. En... ja, mijn zus heeft hem in het zwart, maar dat vind ik leuk voor de winter, maar niet voor de zomer. Dus ik ben in de zomer jarig, 2 dagen voor de zomer. Dus ja, nou goed, ik vraag dus aan mijn moeder de Polaroid-camera met 2 pakjes foto's of zo erbij, of 3 pakjes. En dan vraag ik aan mijn vader een hoesje, als ze die daarvoor hebben. Ik neem aan van wel, maar misschien ook niet. Vraag ik dan een hoesje van een heel mooi Polaroid-hoesje. En dan ga ik gewoon kijken... en dan ook gewoon nog heel veel pakjes foto's erbij. Dat ik gewoon lekker flink foto's kan schieten. Want ik wil echt die Polaroid. Ik wil dan ook een mooi fotoboek. Oh, misschien is dat ook wel leuk om erbij te vragen. Echt een mooi fotoboek dat ik al die Polaroids erin kan plakken. Dat is wel leuk misschien. Ga ik wel vragen. Ja. Dus ik heb heel erg zin in de zomer. Echt niet normaal. En goed. Wat ik dus ook nog wilde vertellen is dat het zo leuk is en zo heerlijk dat het in de zomer gewoon tot laat licht is. En in de ochtend gewoon al meteen licht is en zo. En ik heb de hele winter... Shame. Ik zal eens even wat vertellen. Want sinds oktober ongeveer kwam ik 2 keer in de week zo'n beetje te laat. Misschien iets minder, maar op school. Want... als ik bij mijn vader ben, dan spreek ik af met vriendinnen om met Merel om te fietsen naar Hilversum, naar school, zeg maar. Mijn vader woont in Maartsdijk en dan moeten we 3 kwartier fietsen. En dan is het leuk om samen te fietsen, weet je wel. Nou, oké. En bij mijn moeder duurt het 10 minuutjes, kwartiertje. Dus dat heeft niet echt heel veel nut om dan samen te fietsen. En ja, niemand fietst echt vanaf mijn richting. Dus nou, oké, maakt er niet uit. Maar vanaf mijn vader is het wel leuk. En dan spreken we om 7:15 ochtends af. Voor mijn deur, want ze komt er langs. Nou, oké. Maar goed, dan heb ik dus echt een vaste tijd van... Goh, daar moet ik gewoon 7:15, 8:10 staan. Omdat we anders gewoon te laat komen. En ik moet me gewoon aan de afspraak houden. En bij mijn moeder heb ik dat helemaal niet. Want dan moet ik gewoon zelf bepalen hoe laat ik wegga. En
dan weet ik dat als ik om 7:55 mijn bed uitkom, dat ik gewoon nog, als ik opschiet, op tijd kan komen. En dat ik bij mijn vader eigenlijk 7:55 al een beetje moet gaan klaarmaken. Mijn tanden moet poetsen en mijn schoenen aan moet doen. En dan moet ik over 10 minuten de deur uit en gewoon daar klaarstaan. Dus dat is een heel groot verschil. Dat ik gewoon, ja, het scheelt echt wel 3 kwartier. En toen het, maar wat ik wil vertellen is dat het, toen het donker was en dat ik echt van, oh, ik heb helemaal geen zin om op bed uit te komen. Het is koud buiten, hier is het lekker warm. En kijk naar donkerheid en het duurt nog even lekker een 3 kwartier voordat het een beetje licht wordt. En ik heb helemaal geen zin, ik wil gewoon lekker mijn hol blijven. En nu, toen, oh, dat was zo leuk laatste, zo leuk. In de voorjaarsvakantie begon het licht te worden. Maar ja, dat had ik, in de ochtend was het gewoon licht, maar dat had ik helemaal niet door, omdat ik gewoon uitsliep. En wanneer ik ook gewoon, als ik november uitsliep tot 11 uur, dan was het ook gewoon licht. Als ik in de voorjaarsvakantie uitsliep tot 11 uur, was het ook gewoon licht. Er was niet echt verschil tussen. En toen moest ik die dag weer naar school, op de maandagochtend natuurlijk weer. En ik wist helemaal nog niet dat het echt in de ochtend al licht was. Dus ik kijk naar buiten, was 7:10 denk ik. Ik zat echt zo, wow, het is gewoon licht. Het is licht buiten. En ik was zo blij. En ik zat echt zo, yes, het is licht. En ik kwam in plaats van 5:55 mijn bed uit, 7:10. En ik zat echt zo, yes, het is licht. En ik was zo blij. Dat je, ja, ik was echt blij. En dat moet ik ook zeggen, dat ik in de zomer gewoon zo snel mijn bed uit kan komen. Omdat het buiten dan ook gewoon warm is en gewoon licht. En dat het gewoon vrolijk is en zo. Dus dat vind ik echt een heel groot voordeel ook aan de zomer. En ik denk dat ik dat helemaal ga beseffen als het zo echt in de zomer is. Want dat ik dan gewoon nauwelijks te laat kom en in de winter gewoon weer een paar keer in de week. Over een ander onderwerp, muziek, wil ik het nog eventjes over hebben. En over mijn lipkleur en over mijn geurtje. Laat ik dat er eerst even bij pakken. De lipkleur die ik nu op dit moment op heb, heb ik trouwens lipstick op mijn tanden. Kan ik heel goed begrijpen. Oh, nou. Nee, goed. Mooi. Oké. Okay. De lipkleur die ik nu op mijn mond heb, op mijn lip heb, is deze van Max Makeup. En deze is van de Action. En hij is heel mooi. Hij ruikt ook heel erg lekker naar een beetje naar cupcakes of zo. En dit is Poppy Peach. En 2 lipsticks kosten 80 cent. Dus 40 cent per stuk. En volgens mij zijn ze nu al veranderd van verpakking of zo. Maar deze had ik vorig jaar gekocht. Misschien zelfs 2 jaar geleden. En ik vind ze super chill. Dus die draag ik ook vaak in de zomer. En dat is dus deze kleur. Oké. Okay. En de geur die ik op heb is van Ellie Saab. En deze droeg ik al ergens in januari. Omdat het een zomersgeur is. En ik wilde gewoon de zomer vibe weer voelen, weet je wel. Dus ja, hij ruikt gewoon heel erg lekker zomers. En fris en bloemig en zo. En het is echt... Ik vind het echt een heerlijke geur. Ik weet niet hoe duur deze is, maar ik wil deze eigenlijk, want nou, ik doe al een paar maanden met zo'n sampletje. En nou draag ik hem niet elke dag, maar ik heb hem zeker wel een stuk of 15 keer gebruikt. En ik denk dat ik hem dan al zeker wel nog eventjes een paar maandjes vooruit kan gaan pakken of zoiets. Gewoon kan gebruiken. Nou, voordat ik de video ga afsluiten, laatst had ik een mini-win actie. Ik gaf een mascara weg. En ik wil het eigenlijk nu weer gaan doen. Maar dan geen mascara. Maar ik geef een zomers oogpotloodje weg. Wil jij die nou winnen? Blijf dan vooral nu even kijken. Want dan leg ik het even uit. Goed, nog eventjes over de giveaway. Misschien ken je Life Splash. Jami heet ze, zeg maar in het echt. En zij doet dan What Would Jami Wear? Ik ben niet zo goed in Engels. Dus ik spreek het niet zo goed uit. Oké. Goed, misschien ken je die filmpjes wel en ik vind het persoonlijk echt super leuke video's. En ik wilde dat dus ook doen, maar dan niet What Would Anna Wear, omdat dat dan echt heel erg nageaapt is.
Maar dan gewoon van, wat zou ik dragen naar puntje, puntje, puntje. En, of wat ik draag naar puntje, puntje, puntje. En ja, nou goed. Ik heb daar persoonlijk nog niet echt leuke ideeën over. Dus ik wilde vragen aan jullie of jullie wel leuke ideeën hadden. Wat een beetje in de komende weken past. Misschien iets met zomer of dat ik naar de Efteling ga of zo. Of dat soort dingen. Verzin iets leuks en iets creatiefs. En wie weet, als jij de leukste suggestie hebt, dan win jij een zomers oogpotloodje. Ja? En ja, nou ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus wil jij dat zomerse oogpotloodje nou winnen? Laat jouw allerbeste en allerleukste en allercreatiefste suggestie hierachter in de comments. En ja, nou ja, goed. Laat je suggestie dus weten. En ja, nou, wie weet win jij dat leuke oogpotloodje dus. En ja, nou ja, vierde keer dat ik het zeg. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond het heel erg leuk dat je kijkt. En ja, ik vind het heel erg leuk dat er gewoon iedereen kijkt. Ik heb nu 1350 abonnees op dit moment. En ik vind het zo leuk. Gewoon ik kreeg laatst een berichtje van YouTube van, ja, gefeliciteerd, nu kan jij een hele concertzaal vullen met je fans. En ik zie het niet echt als fans, maar ik zie het gewoon als kijkers. En af en toe krijg ik op Instagram ook, dat vind ik zo bizar. Ik vind het echt, ik kan dan echt in huilen uitbarsten van geluk. Gewoon er was ooit een meisje en die is super lief. Die had ook, ik weet niet, ze heet Irsa geloof ik. Ik weet niet of ik het goed uitspreek nu. Maar ze had dus op mijn Instagram geplaatst van een foto gezegd, zeg maar, van, ja, ik volg je. Ik volg je en ik zie je als mijn grote voorbeeld. Ik zit echt zo, wow! En toen ging ik naar haar Instagram en ze heeft vet leuke foto's. Dus ik ging een beetje liken en zo. En toen kreeg ik een reactie terug op mijn foto nog van, wow, super bedankt dat je mijn foto's liked en zo. Ik zit echt zo, wow, is dat zo speciaal? Dus ik zat echt zo, dit is echt niet normaal. En ik vond het zo leuk. Dus echt heel erg bedankt. En ja, ze ging zelfs met mij in de H&M kwam ik er tegen. En zelfs toen wilde ze met me op de foto. En dat was echt een van mijn grootste geluksmomenten van mijn leven of zo. Ik zat echt zo, wow. En volgens mij sta ik iemand zo'n knalrode kop op de foto. Dus heb jij die foto nog? Stuur hem alsjeblieft naar me op, want ik wil hem echt zien. Het is echt lelijk, geloof ik. Maar oké, dat was echt een superleuk en tof moment. Dat gewoon echt een keer heeft is gebeurd en zo. Dat kan ik gewoon af en toe niet beseffen. En dus shout-out naar jou. Zoals Enzo Knol had gezegd. Ja, weet je. Ik vind het gewoon echt superleuk. En ik wil iedereen echt heel erg bedanken. En iedereen die dit altijd gewoon kijkt. Ik heb echt vaste kijkers. En dat vind ik ook superleuk. Gewoon dat ik zie dat ze telkens comments achterlaten. Ik vind het zo leuk. En ja, oh, ik ben zo blij met jullie allemaal. Echt, echt, echt waar. En ja, ik ben echt heel erg bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende video hoop ik. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En bedankt voor het abonneren allemaal. En vergeet zelf ook nu niet nog te abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden. En vooral als jij de winactie wil winnen. Wil jij dat zomerse oogpotloodje winnen. Dan moet je ook geabonneerd zijn. Want ik wil het wel weggeven aan mijn abonnees. Dus echt heel erg bedankt voor het kijken. Voor het abonneren, voor het liken. Echt allemaal. Tot de volgende video. Doei!